De 5 meest gemaakte fouten in Microsoft Teams. Daar gaat deze video over. Maar voordat we beginnen, duimpje omhoog en abonneer je vooral op ons YouTube kanaal. Ja, de 5 meest gemaakte fouten in Microsoft Teams, wat zijn die? Nou, in deze video gaan we dus 5 benoemen die vaak gemaakt worden. Maar er zijn natuurlijk meer dingetjes die misgaan, hè? Dus maar we gaan er nu 5 pakken. Ja, we pakken er 5. De eerste, dat is genoeg, 5. Als je in een kanaal zit, dus in een team, in een kanaal, wordt vaak het general kanaal of het algemeen kanaal gebruikt voor discussies. In plaats dat er gedacht wordt aan een ander kanaal. En het vervelend van het algemeen kanaal of general kanaal is dat daar ook alle service meldingen in komen. Een idee, het is niet een fout, maar het is een advies, is om echt andere kanalen aan te maken en het algemeen kanaal te gebruiken voor de service meldingen en voor announcement, dus bekendmakingen of waar het team voor is. Oké. Dat is 1. Nou, nummer 2. Als je een reactie geeft, dan wordt er heel vaak in plaats van een reply, wordt nog steeds heel vaak getypt onderin als een nieuw bericht. Ja. Het nadeel daarvan is, op het moment dat je dat doet, dan en je gaat uit het team en iemand anders heeft wel op de juiste manier gereageerd, dan is jouw bericht staat ergens los ertussen. Ja, misschien om nog even een goed voorbeeld te geven, vergelijk het een beetje met e-mailen. Als je een mail stuurt en je doet dat naar cc's, willen we natuurlijk absoluut niet meer. Daarvoor gebruik je Microsoft Teams. Maar dan heb je een onderwerp, doe je in je subject. En dat is ook wel een goede voor. Dat was nummer 3, ja. Maar dan doe je een onderwerp in je subject. Ik mail en iemand anders reageert op hetzelfde onderwerp. Dus die replyt met mijn mail en dan zie je ook de voorgaande reacties. Wil je echt een nieuw onderwerp, dan doe je ook weer een nieuwe e-mail. In Microsoft Teams kun je dus een bericht schrijven. Maar dat kan als je met meerdere collega's in een team zit, wat juist zo krachtig is, is dat je met z'n allen onder hetzelfde onderwerp kan reageren. En als je dus niet direct onder het eerste bericht, dus Paul schrijft een bericht en ik ga niet direct daaronder schrijven, maar ik begin gewoon weer eigenlijk een nieuw bericht, dan lijkt het net alsof het een 2 verschillende onderwerpen zijn. En dan weet je gewoon niet meer waar gaat het over. En dat is juist de kracht, dat je gewoon onder elkaar kan chatten. Ik hoop dat het duidelijk is hiermee. Maar misschien wordt het duidelijker als we gelijk punt 3 gaan uitleggen. Ja, punt 3. Wanneer dat je een nieuw bericht maakt, zorg dan altijd dat je het via de formatting tool doet. En de formatting tool zegt waarschijnlijk zo niks. Maar onderaan heb je de box waarin dat je je bericht kunt typen. En aan de linkerkant heb je een A met een kwastje daarin. Klik daarop en dan kun je daar een mooi onderwerp in geven. En dan kun je een uitgebreid bericht schrijven, zoals je eigenlijk ook inderdaad je mail weer doet. Ja, en dan is het heel makkelijk terug te vinden voor mij als Paul bijvoorbeeld een bericht stuurt en dat gaat over een bepaald project. Dan kan je de naam van het project zetten, zeg YouTube. En dan weet ik gewoon ook, ik kan daar direct onder YouTube mijn bericht schrijven. Begin ik weer een nieuw bericht, dan weet je uiteindelijk niet meer waar je het van hebt. En helemaal als er gewoon heel veel gecommuniceerd wordt. Dus probeer direct te reageren op een bericht die al gestuurd is. Nummer 4. Wanneer dat je add mentioned, dan hou er rekening mee als je add mentioned en je doet het team of het kanaal. Voor de meeste mensen krijgen ze allemaal het bericht. Als het je bedoeling is, top natuurlijk, ja. Maar heel vaak wordt het misbruikt. En wordt het eigenlijk van, het hele team en krijgt iedereen een overvloed aan notificaties. En dat wil je eigenlijk voorkomen. Nee, hoewel het wel heel handig is om een admin te gebruiken. Want als ik een bericht naar Paul stuur en ik wil echt dat hij hem leest, dan is het handig als ik zeg @Paul, zodat hij ook een melding krijgt dat er een bericht naar hem is gestuurd. Want anders je ziet natuurlijk wel dat de kanalen dik gedrukt worden, dat er dan in geschreven is. Maar als het echt gericht is op jou, dan krijg je wel een melding daarvoor. En dat is heel handig als je meerdere teams hebt, meerdere kanalen en het goed het overzicht wil houden. We hebben hier overigens een video over gemaakt waarbij we dieper ingaan op één de notificaties. Dus hoe ga je nou slim om met je notificaties, dat je niet overspoeld wordt met allemaal notificaties die niet nodig zijn. Maar wel weet van dit is echt wat ik moet lezen. En nog een andere waarbij we meer uitleggen over admins en de verschillende admins die je hebt.
Ja, en dan eigenlijk punt 5. Zorg dat je team weet hoe dat een bericht gelezen is en hoe je daarop reageert. Ga je onderaan in het bericht typen, ik heb dit gelezen, wat in mijn opzicht de fout is. Of ga je liken. En als je gaat liken, dan heb je daar verschillende emoticons voor. En ik zag laatst op LinkedIn een heel gaaf sheetje voorbij komen. Ik ga hem nog even opzoeken. Waarin dat staat, like, ik heb het gezien, prima. Angry, ik ben het er niet mee eens. Hartje, je vindt het geweldig. Precies. Dus die emoticons, ga die ook gebruiken. Die zitten rechtsboven bij je bericht. En daarmee laat je ook echt zien dat je het bericht gelezen hebt. Want op het moment dat je er overheen hoevert, zie je allemaal wie er al het bericht gelezen heeft. En dat is ook wel meteen trouwens iets wat lastig is in Teams. Je kunt niet direct zien of dat het bericht gelezen is. Nee, dus laat inderdaad weten met een duimpje omhoog sowieso dat je het gelezen hebt en dat je bericht gewoon gezien is. Nou, wij zijn heel benieuwd, want dit zijn natuurlijk maar 5 dingen die, meest voorkomende fouten. In ieder geval waar je toch wel miscommunicatie kan krijgen in Microsoft Teams. En die heel makkelijk verholpen zijn als iedereen dezelfde manier van communiceren heeft en werken in Microsoft Teams. We zijn heel benieuwd, hoe ga jij hiermee om? Waar loop jij vaak tegenaan, waardoor het toch wel een beetje nog misgaat met collega's? Wat is in jouw ogen de meest voorkomende fout? Of misschien heb je een andere oplossing die je graag wilt delen? Laat het weten. Geef een comment onder de video, zowel op YouTube als LinkedIn. Want dan kan iedereen daarvoor leren. Ja, precies. Volgens mij. Ik heb niks uit te vullen. Ja, kijk, ik denk dat inderdaad. We laten zeggen nu 5, maar er zijn natuurlijk veel meer. Ja. Dus ja, mocht je iets hebben wat je denkt van ja, maar jullie hebben dit helemaal niet gezegd, zet het onder in het kanaal erbij. Deel het, ja. Nou, vond je het tof? Dan vind je het heel leuk. Duimpje omhoog en abonneer je vooral op ons YouTube kanaal.